Hey, heb jij, volgende maand gaat het gebeuren, hè, die excuses voor het slavernijverleden. Ja, je weet dat ik daar geen voorstander van ben. Eh, sterker nog, in allerlei opzichten bestaan er nieuwe vormen van slavernij. En als je nou toch je best wil doen voor een betere wereld, zou ik zeggen, hou op en dat gelul over het verleden waar toch niks aan te doen is. Besef dat het verleden een andere tijd was dan nu. Hè? The past is a foreign country. Ik heb het al eerder gezegd. En besteed je aandacht en je inspanning en je geld, als je dat ook daarvoor eh, hebt. Eh, aan de bestrijding van moderne vormen van slavernij. We hebben een hele discussie gehad over die voetbalstadions daar in de Perzische Golf. Nou, dat waren geen frisse toestanden. Dat kun je toch wel een vorm van moderne slavernij noemen. Ja. Dus ik zou zeggen, besteed daar je aandacht, je tijd en je geld aan. In plaats van allerlei zuurpieterij over het verleden. Want dat is natuurlijk. Dat hebben we al eens eerder gezegd, dat is natuurlijk een, een merroir, dat, dat, dat verrek. Ik gebruik nu al een tweede Franse uitdrukking. dat is wel alsof mijn hersens zijn aangetast <laughs> ondertussen. Um. Nee, dat, dat, je kunt wel aan de gang blijven met excuses aanbieden. Dat is echt flauwekul. Maar is dit wel dat een is goed moderne, punt dan? modieuze flauwekul. Ja, maar je zegt terecht van in Qatar ook allemaal slavernijtoestanden. Ja, niet alleen daar natuurlijk, als je dat even wat nader gaat beschouwen. Er verkeren natuurlijk tal van mensen op deze planeet in, in situaties die we gemakkelijk kunnen vergelijken met de slavernij. Ja. Namelijk A, dat je geen kant op komt. B, dat je klote behandeld wordt. C, dat je niet ouder wordt dan 40, 50. Nou ja. Een hele reeks van, van problemen. Doe daar nou iets aan. Ja. Doe, doe iets aan, concrete dingen die nog bestaan. Ja, maar vind je het dan hypocriet? Dat ik hoop we wel... niet die spijkerbroeken die op gruwelijke wijze worden geproduceerd. Ja, niet dat ik daar echt verstand van heb, maar ik heb altijd begrepen dat het niet fris is. Ja, er zitten ook mensen dat er bewust gaat in te maken. Ja, dat ook nog natuurlijk, maar goed. Maar vind je het hypocriet dan, dat we naar Qatar gaan en dat daar dus allemaal... Nou, over? dat heb ik heb het ook al over gehad van mij, maar iedereen naar Qatar. Maar wees je bewust van het feit dat het daar niet fris is. Ja, maar het is toch raar dat de politiek nu excuses biedt, maar ze sturen wel die minister naar die wedstrijden toe. Ja, maar goed, dan moet je het boycotten. Dat vind ik ook weer, als de mensen nou plezieren naar voetbal, voetbal. op voetbal op zichzelf is, is neutraal. Dat is niet ja. goed of slecht. Nou, het is meestal slecht voetbal. Ik heb het niet gezien, maar het schijnt niet geweldig te nee, wezen. het was afschuwelijk. Oh, het was zelfs afschuwelijk ja. volgens 1-1 zelfs, hè, gisteren. Oh, ja, daar zag ik wel een flits van. <laughs> ik trad op in, waar was het, in eh, Barendrecht en hadden ze op het toneel ook een oranje krukje. Dus ik dacht, het is nu, als, we, als we triomfantelijk gewonnen hebben, moet ik op het oranje krukje gaan zitten. Dus ik heb nog even aan het publiek gevraagd, hoe staat het ermee? Ja, het was 1-1. Dus ik ben helemaal niet gaan zitten. Maar je moest optreden terwijl de wedstrijd was of daarna? Ja, vlak daarna, dat oh, weet je precies. Ja, ja oké. Okay. Dus ze waren al in de stemming daardoor. Ja, het leek mij nou niet bepaald een publiek wat, wat eh, laten we zeggen, elke dag elke wedstrijd wil zien of zo. Nee, bepaald niet. Nee. Maar er is een wat grotere strategie hè, door de Rijksoverheid. Dat ze volgend jaar dat grote herdenkingsjaar hebben. En dan nu, net voordat het jaar begint, gaan ze die excuses maken. Rut hier in Nederland. Ja, ik, natuurlijk kan we zeggen dat ik er tegen ben. Maar dat is, uh, kijk, dit is in de mode. Dus dan ja, een aantal jaren zullen we onze excuses aanbieden. voor deze en gene zaken die wij in het verleden hebben bedreven. Wij, 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 onze verre, verre voorouders. Uh, dat is vaak tien uh, generaties geleden of zoiets dergelijks. En dan uh, gaat het weer voorbij en dan is er iets anders in de mode. Ja. Uh, die mensen die natuurlijk dit gehoord hebben en die uh, ook gehoord hebben wat jouw standpunt is, die zeggen het gaat er niet om dat ze de excuses maken, maar het gaat ook om een stukje erkenning. Hè, dat wat toegegeven Ach, wordt... Dat is dat toch dat... al lang erkend. Heb je, heb je wel eens ergens gelezen, die slavernij, een toptijd. Hadden we veel langer mee door moeten gaan. Nou, niet zo lang geleden Balkenende met zijn VOC-mentaliteit. Ja, dat, toch... dat, dat is gewoon een ander. Dat werpt een ander licht op dezelfde gebeurtenissen. Het is trouwens ook hoogst misleidend om te suggereren dat de VOC nooit iets anders heeft gedaan dan, dan dat slavenhandel en gruwelijkheden. Ja, deels wel. Jan maar het hoorde er wel bij. is er een bekend geval. Maar dat ging nou juist helemaal niet over de slavenhandel, maar over monopolieposities in de, in de specerijenhandel. Nogmaals, ik blijf bij mijn theorie: het verleden is daar. Het, heeft, het is totaal zinloos voor ons om over een betrekkelijk ver verleden niet waar onze excuses aan te bieden. Dat dat nou toevallig in de mode geraakt is, daar hoef ik mij toch niks van aan te trekken. Nee, absoluut niet. Sterker nog. Het overgrote deel van modieuze verschijnselen is knettergek. En ben je tien jaar verder, denk je, hemelse goedheid. Wat een onzin was dat nou toch? Hmm. Hmm. Dus nee, ik zie daar het nut niet van in. Ten meer, nogmaals zal ik dit punt dan eh, een keer onderstrepen, dat er nog steeds ongelooflijk onaangename toestanden zijn in de maakindustrie wereldwijd, waar we van alles aan zouden kunnen doen, als we dat zouden willen. Ja, dus dan zeg je... Oh, maar daar doen we overigens geen reet aan, dat is het interessante van de zaak. Nee, dus als je dus excuses maakt, zorg ook dat je dit aanpakt dan. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, goed, ik zou die excuses niet maken, maar nee. En als je er dus een betere relatie op levert met die delen van het koninkrijk, die zeggen wij vinden dat wel belangrijk? Dat kan me eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel schelen. Dat riekt dat naar chantage. Oké, okay. oké. Okay.